Maar nu, het onderwerp voor vanmiddag. Het is een historisch café in samenwerking met het Utrechts Geveltekenfonds. Paul Kreijnen, secretaris daarvan, die heeft een boekje geschreven samen met de spreekster. En dat boekje is ook na afloop te koop, dat is deze. Hij is voor leden van Oud-Utrecht €6 en voor niet-leden €8. Dus als u nog geen lid bent, www.oud-utrecht.nl. En verder is er ook, er komt ook nog een, iemand anders te sprake in het historisch café. En dat is Jacobus Bellamy. En de schrijver ervan, die zit hier ook ergens in de zaal. €19,50 zijn de boeken. En die kunt u ook hier na afloop eventueel kopen als u dat leuk vindt. Dan gaan we dus het hebben over een nieuw gevelteken van het Utrechts Geveltekenfonds. Die wordt aanstaande maandag om 16:00 wordt die onthuld bij het stadhuis door Sharon Dijksma, onder andere burgemeester. En die gevelsteen, ja, u ziet hem hier achter al, achter mij op het grote scherm, ziet u hem al gemaakt worden. Daar ga ik verder natuurlijk niks over zeggen, want de spreekster weet daar veel meer vanaf nog dan ik. Geef een hartelijk applaus voor Rietje de Bruin. Nou, u ziet hier dus de gevelsteen in wording. Dit is Britt Nelemans die de letters heeft gehakt. En de kop van Rondaatje. En er staat ook nog een keesrond op met de vrijheidsstaf met een hoed erbovenop. Dat was een teken van de patriotten over het algemeen. En die is gemaakt door Tom Mooi. Dit is Tom Mooi. En hier ziet u hoe hij in het prachtige atelier van hem in Amersfoort bezig is de kop daarvan te maken. Wel. Op 16 november 1773 stappen twee jongens van 15 jaar uit Ceylon, en wel Pieter Ondaatje en Willem de Melho, aan boord van het VOC-schip Huis ter Heide om naar de Republiek te gaan. Dit is de kaart van Ceylon. En dit gebied, binnen de rode lijn, dat was het Koninkrijk Kandy en al de gebieden daaromheen, met de belangrijke steden Colombo en Niergalé, dat was in rond 1600 nog in handen van de Portugezen. En zoals u misschien weet, begin 17e eeuw was Nederland in oorlog met Spanje, de zogeheten 80-jarige oorlog. Maar de koning van Spanje, Philips II, was ook koning van Portugal. En de VOC was voortdurend in conflict met de Portugezen. En nu hadden ze in zekere zin geluk, want de koning van Kandy, die was de Portugezen een beetje zat, die eigenlijk al die kustgebieden in handen hadden. En die hebben toen gevraagd aan de VOC of die wilde helpen om de Portugezen te verslaan. En dat deed de VOC maar al te graag. En die hebben ook de Portugezen verslagen en hebben op hun beurt al die gebieden daaromheen in handen gekregen. Of de koning van Kandy eigenlijk zo ontzettend blij moest zijn, is de vraag. Want hij moest er enorm veel geld voor betalen, kon hij niet terugbetalen. Wat betekende dat eigenlijk ook de VOC, ook binnen dat koninkrijk Kandy, toch nog wel aanzienlijke invloed had. Ceylon was een bijzonder belangrijke kolonie voor de VOC, want daar werd onder andere peper verbouwd. En dit lijkt een heel vredig plaatje te zijn, waar hier bewindvoerders van de VOC met tevredenheid kijken naar het landschap daar in Ceylon. Het is iets minder vreedzaam dan je zou vermoeden, want dit waren oorspronkelijk rijstvelden. En de bevolking werd min of meer gedwongen die om te zetten in, dit zijn allemaal peperboompjes, om peper te gaan verbouwen. Dus of de bevolking zelf daar veel aan had, is de vraag. Een tweede product wat bijzonder belangrijk was, was dus kaneel. Dit zijn de kaneelschimmers van Ceylon. En dat is een heel proces. Kaneel wordt gemaakt van de bast van de boom, van, ook van dus kaneelbomen. Dit zijn ook twee van die kaneelschutters die bezig zijn, die bast, om daar de bast van af te trekken. En hier zie je dus eigenlijk hoe het product is. Dat is dus de bast van de kaneelboom en dat wordt fijn gemalen en op die manier krijg je dus kaneel. En Ceylon was, en is nog steeds geloof ik, een van de landen waar de beste kaneel van de wereld wordt gemaakt. Er was dus ook veel aan gelegen van de VOC om deze gebieden echt in handen te houden.
De Ondaatjes en de Melho's, dus de twee jongens die daar aan boord stappen, dat zijn dus zogeheten burgers. Zo worden ze nog steeds genoemd in Ceylon. En burgers, dat zijn nakomelingen van gemengde huwelijken. De afstammelingen van Ondaatje, die kwamen oorspronkelijk uit India, maar op een gegeven moment, en de oudste bekende man, dat is Michael Jurre Jurgen Ondaatje, die was arts en die werd op een gegeven moment gevraagd door de gouverneur van Ceylon, een meneer van der Meijden, om te komen om zijn vrouw te genezen. Hij is gekomen, hij heeft de vrouw genezen en sinds die tijd wonen eigenlijk de Ondaatjes op Ceylon. De vader van Willem, van Pieter Ondaatje, Willem Ondaatje, die was predikant. En nu was het politiek van de VOC om daar ook het zogeheten christelijk geloof te gaan verspreiden. En jongens die eigenlijk goed konden leren, die werden door de VOC naar de Republiek gestuurd. En Willem Ondaatje was daar één van. Hij heeft in Utrecht theologie gestudeerd en je kunt nog steeds in het Utrechtse archief de huwelijksakte vinden van deze Willem Ondaatje. Hij is namelijk getrouwd met een Amsterdams meisje. Kijk, het staat geschreven. Kunt u het lezen? Getekend Willem Jorianne Ondaatje, beroepen predikant in Ceylon, wonend in Utrecht en Herminia Quint. Wonen in de Nieuwstraat al hier. Ze wonen in feite in Amsterdam, althans haar vader woonde in Amsterdam. De Ondaatjes wonen op dat moment, als Pieter vertrekt, wonen ze in Colombo. Dit is een plaatje van Colombo uit het eind van de 17e eeuw. En dit is een plaatje van Colombo iets later, zicht op Colombo. Iets minder VOC-schepen te zien. En dit is het gouverneurshuis in Ceylon. Want toen Willem Ondaatje naar de Republiek ging, ging hij samen met Ene Valk. En Valk is later gouverneur geworden van Ceylon. En de familie Valk en de familie Ondaatje zijn eigenlijk altijd bevriend gebleven. En dus deze Valk woont in dit huis. Dit is het Hollands Museum tegenwoordig. Maar dat was eigenlijk het oude seminarie waar de vader van Pieter Ondaatje een les gaf en later rector is geworden. En waarin eigenlijk vermoedelijk, men weet het niet helemaal zeker, maar misschien Ondaatje ook is geboren. Dus dat huis staat er nog steeds. Dit is de kerk van de vader van Pieter Ondaatje. De zogeheten Wolvendaalse kerk. Die zou zo genoemd zijn omdat er wolven voortdurend rondzwierven. Maar uiteindelijk bleken het jakhalzen te zijn. Maar de naam Wolvendaalse kerk is altijd zo gebleven. En dit is de preekstoel waar Pieter Ondaatje zijn vader vaak zal gehoord hebben. Een man die enorm begaafd spreker was. Die zijn toehoorders altijd tot tranen toe wist te roeren. En vermoedelijk heeft Pieter Ondaatje daar toch wel iets van geërfd. En hier is te zien, dus nog steeds is dat zo, het hek rondom de kerk. En daar staan nog steeds de letters VOC in. Die twee jongens vertrokken uit Calais. En dat laat ik even zien, omdat het misschien wel interessant is. Want daar is een groot bastion. En dat bastion heeft de naam Utrecht. En dat komt omdat de eerste predikant die door de VOC naar Ceylon is gestuurd. Dat was een zeker aan Henri-Jo van Zuivers. Klinkt niet erg Nederlands, maar goed. Het was een predikant uit Utrecht en die is daar naartoe gegaan en die is daar dus eigenlijk de eerste predikant op Ceylon geworden. Als Ondaatje in Nederland aankomt, dan komt hij aan in Amsterdam, waar zijn grootvader woonde, in de Middenbantammerstraat. En dat moet dus een totaal andere omgeving voor Pieter Ondaatje zijn geweest. Het waren hele nauwe straatjes. Dit is dus een begin 19e eeuwse prent. Ik heb geen oude prenten van de Binnenbandstammerstraat kunnen vinden. Maar het waren dus echt hele nauwe straatjes. En het behoorde tot zogeheten derde uitleg van Amsterdam. En het was een typische buurt waar allerlei handwerkslieden woonden en waar veel nijverheid was. Hoewel de vader van Pieter, zijn familie behoorde wel tot die handwerkslieden, het waren handschoenenmakers. Maar zelf was hij op dat moment krankenbezoeker, zoals dat heette. Dus hij bezocht de zieken. En hier staat dat bij het overlijden van, die heet ook Pieter Quint. Dus Pieter is naar zijn Nederlandse grootvader genoemd. Hij was krankenbezoeker in de Binnenbantammerstraat. In Amsterdam gaat Pieter naar de Latijnse school. Dit is de Latijnse school in Amsterdam, althans een oude prent ervan.
Want op die seminaris in Ceylon werd weinig aan Grieks en Latijn gedaan. Dus dat was een van de redenen waarom ook zijn vader naar Nederland is gestuurd. Ze moesten de Grieks en Latijn leren en pas dan konden ze werkelijk theologie gaan studeren. Als Pieter die school heeft doorlopen, dan gaat hij naar Utrecht om daar ook theologie te gaan studeren. Althans, dat was de eerste opzet. En Utrecht zag er in die tijd wel ongeveer hetzelfde uit als tegenwoordig, maar toch een klein beetje anders. De belangrijkste collegezaal was de kapittelzaal. Daar werden de colleges gegeven. Wat u net zag, dat was eigenlijk de toegang naar de kapittelzaal. Daar liepen alle studenten door hier via de Pandhof op naar die kapittelzaal te gaan. En überhaupt zag Utrecht er in die tijd toch een tikje anders uit dan tegenwoordig. Alles is nog wel herkenbaar. Maar dit is bijvoorbeeld het Domplein, daar stond nog de oude bisschopshof, het oude bisschoppelijk paleis. Dit is het bisschopshof met die hoge torens daar, gezien vanaf de Gaard. En het middenschip van de Domkerk, dat lag er ook nog steeds vervallen bij. Dat was dus in 1674 was dat ingestort en dat was nooit opgeruimd en daar lag dus nog eigenlijk allerlei troep. Dit is ook zo'n afbeelding van het Domplein. Waar die kerk dus nog steeds staat. En wat misschien wel het allerbelangrijkste plaatje is, dit is het oude stadhuis van Utrecht. Het is helaas afgebroken. Het was een prachtig renaissance gebouw, maar goed. Dit was eigenlijk een heel complex met een aantal huizen ernaast. En ook toen, en dat wordt een heel belangrijk feit, was het mogelijk om het hele stadhuis te omsingelen. Hier is nog een afbeelding van het stadhuis zoals het er in die tijd uitzag in Utrecht. Wel, Pieter Ondaatje die gaat dus aanvankelijk theologie studeren, maar dat geeft hij al gauw op en hij gaat over tot filosofie en er nog wat andere zaken bij en hij promoveert in 1872, 82, neem me niet kwalijk. Dit is een proefschrift en de vorige afbeelding die u zag, dat is een promotie en dit is een hele chique promotie, dit is de zogeheten promotie met het kap. Dan kregen rijke studenten die kregen dan een zijdekap en een gouden ring. Vermoedelijk heeft Ondaatje dat niet gekregen, maar dat weten we eigenlijk niet zeker. Dus Ondaatje die is in 1782 afgestudeerd, maar hij besluit dan er toch nog een studie aan toe te voegen en hij gaat, daarna gaat hij ook rechten studeren. Als Pieter Ondaatje in de jaren, begin jaren 80 in Utrecht komt, dan is de algehele situatie in de Republiek is niet al te best. Er is op dat moment algehele onvrede over de bestaande politieke en economische situatie. En die onvrede wordt nog eens versterkt door de Vierde Engelse Oorlog, die duurde van 1780 tot 1784. En die oorlog verloopt desastreus voor de Republiek en versterkt het gevoel dat de oude glorie totaal is verbleekt. De oorzaak van alle ellende wordt gemeten aan moreel verval, de slappe houding van de regenten, corruptie en verkwisting. En er wordt opgeroepen tot zedelijke vernieuwing. De oude waarden zoals die in de 17e eeuw nog zouden gelden van soberheid, dapperheid, nijverheid en godsdienstigheid, die in de ogen van velen verloren waren gegaan, die moeten terugkeren. Nu was een van de oorzaken met de oorlog van Engeland, was de smokkelhandel met Amerikaanse koloniën, die in opstand waren gekomen tegen het Britse gezag. En die smokkelhandel die was voor de Nederlandse Republiek buitengewoon winstgevend. En door die hele oorlog met Engeland kreeg die handel een enorme klap. En ook bedrijven die afhankelijk waren van die hele smokkelhandel, ook die hadden er ernstig onder te lijden. En veel regenten, de bestuurlijke elite van de steden en kooplieden, die wantrouwden de stadhouder in dit opzicht. Want waarvan de stadhouder was bekend dat zijn sympathieën vooral bij Engeland en bij Pruisen lagen. Dat was niet onlogisch, want zijn moeder is de Engelse prinses Anna en zijn vrouw is de Pruisische prinses Wilhelmina. Maar de sympathie van de meeste regenten en van de kooplieden die lag nu juist bij het Frankrijk van Lodewijk XVI. Want Lodewijk XVI die gaf enthousiast steun aan de Amerikaanse opstandelingen. En in werkelijkheid, er was een algeheel gevoel dat de Republiek niet meer machtig was, dat er economisch verval was. Maar in werkelijkheid was de Republiek minder verarmd dan men dacht. Wel was er sprake van een omslag. Van een koophandelstaat was de Republiek het centrum van geldhandel geworden. En die leverde zeker de grote welvaart op, maar de oude nijverheid en de handel die hadden toch ernstige klappen opgelopen. Dit is de achtergrond voor de heftige strijd die losbarst tussen de patriotten en de prinsgezinden. De prinsgezinden waren dus de aanhangers van de stadhouder. En degene die zich tegen de stadhouder keren, dit is de stadhouder, Willem Batavus, ironisch genoeg, de vijfde, die
die willen terug naar de grondwaarde van de oude republiek. Ze willen terug naar de ware vrijheid zoals die eigenlijk nog gold onder Van Oldenbarneveld en de gebroeders de Wit. Kortom, de oude tegenstelling tussen de oude staatsgezinden, zoals die in de 17e eeuw opleiden, en de oranjeklanten, of de aanhangers van de stadhouding, laaiden weer volledig op. En een deel van de gegoede burgerij, die de lange tijd achter de stadhouder stond, keert zich ook nu van hem af. Hier ligt ook de kiem voor het latere conflict binnen het hele patriottenbeweging. Dat was een conflict tussen aristocratische patriotten en democratische patriotten. De aristocratische patriotten zijn het staatsgezinde regentenpatriaat dat het bestuur in de steden in handen heeft en die vooral hun eigen invloed willen vergroten en de macht van de stadhouder willen terugdringen. En ze voelen er niets voor om ook die macht te delen met de kleine burgerij. De democratische patriotten daarentegen, dat zijn vooral iets wat gegroene burgerij, de middenstanders en ook een enkele regent. En zij willen ook af van de macht van de stadhouder, maar juist zelf meer invloed op het bestuur van de stad krijgen. Maar begin jaren 1780 is er eigenlijk nog een tamelijk grote eensgezindheid tussen het aristocratische en de democratische patriotten. Maar al in september 1781 wordt het politieke leven, niet alleen in Utrecht, maar in de hele republiek, danig opgeschrikt door een pamflet dat via geblindeerde koetsen in de verschillende steden van het land wordt verspreid. Dit is het zo beroemde pamflet aan het volk van Nederland, dat, zoals later bekend is geworden, geschreven door de man die u net zag, Johan Derk van de Capelle tot den Pol. In dit pamflet richt Van der Capelle zich fel tegen de stadhouder en de regenten. Zij hebben de vrijheden van het volk afgepakt en hij stelt de stadhouder verantwoordelijk voor de staat waarin de republiek op dat moment verkeert en voor de rampzalig verlopende Engelse oorlog. Hij roept op de vrijheid van drukpers en levert indirect kritiek op de slavernij. En de aristocratische bestuurders noemt hij een stelletje fortuinzoekende regenten. Volgens hem moeten de burgers betrouwbare kiezers gaan uitzoeken, dat wil zeggen democratische patriotten. Hij spreekt erbij zijn bewondering uit voor de vrijheidsstrijd in Amerika, waar in de onafhankelijkheidsverklaring van 1776 is vastgelegd dat alle mensen vrij zijn geboren en gelijk geschapen. En hij roept de burgers op zich te bewapenen. Er moet een volksleger komen. De oude schutterijen, die van oudsher de steden verdedigden en de orde handhaafden, moet nieuw leven worden ingeblazen. Maar in Utrecht krijgt dit pamflet, dat pamflet dus van Johan Derk van de Capelle tot de Pol, een extra lading. Hier is het bestaand bestuurs- of regeringsreglement afgedwongen door de stadhouder. Toen namelijk in 1672 Lodewijk XIV met nog een aantal andere mogendheden de republiek binnenviel, betekende dit het einde van het zogeheten stadhouderloze tijdperk. De Staten van Holland en Zeeland deden een beroep op de 21-jarige Willem, de zoon van de overleden stadhouder Willem II, en benoemden hem tot stadhouder Willem III. En de Staten-generaal stelden hem aan als kapitein van het landleger en admiraal-generaal van de vloot. In Utrecht had in 1672, aangezien de verdediging van de stad nagenoeg onmogelijk leek, toegestaan dat de Franse eenheid zonder enige vorm van verzet gewoon de stad kon bezetten. Dit wel als verraad beschouwd en Utrecht dreigde uit de Staten-generaal gegooid te worden. Nadat de strijd zich ten gunste van Willem III had gekeerd, die werd dus inderdaad Lodewijk de XIV te verslaan, stelde hij zich welwillend op tegenover Utrecht. En hij voorkwam dat Utrecht werd uitgesloten van de Staten-generaal. Maar de prijs die Utrecht betaalde, was dat de Utrecht in de eerste plaats het Willem III als stadhouder moest accepteren en het oude regeringsreglement moest aanpassen, waarbij de stadhouder voortaan doorslaggevende invloed krijgt op de benoeming van de belangrijkste ambten, zoals burgemeesters, schepen, voedschapsleden, dat is eigenlijk het bestuur van de stad. In feite werd het stads- en statenbestuur was het bestuur van de provincie, totaal onmachtig en volledig afhankelijk van de stadhouder. Ieder jaar, op 12 oktober, besliste de stadhouder of de zittende leden van de vroedschap het stadsbestuur al dan niet herbenoemd zou worden. En in 1781 is de meest gehate man van Utrecht, dat is deze Willem Nicolaas de Pesters van Wolverhorst. Dat was een man die een heleboel bedienden had en alle baantjes die te verdelen waren in de stad, althans zoveel mogelijk, die gaf hij aan zijn bedienden, waarbij hij zelf het geld incasseerde en zijn bedienden eigenlijk een klein bedragje daarvoor in ruil gaf. De man was bang en gewoon gehaat. En hij was de vertegenwoordiger van de stadhouder dus in Utrecht. Even de Statenkamer, Paul, als mogelijk is. Juist. Dit,
dit is de Statenkamer. Hier werd dus dat beruchte reglement van 1674, waarin Utrecht eigenlijk volledig afhankelijk werd van de stadhouder, ondertekend. En hier komt Willem de Derde binnen. Er is geloof ik ook nog een plaatje van aan de buitenkant van de... Hier, zoals de Statenkamer er tegenwoordig uitziet. Die is dus nog steeds min of meer in dezelfde vorm in Utrecht aanwezig. En misschien de stadhouder. Ja, dat. En dit is... nee, de stoel. dit is de stoel. De vorige, dat waren dus stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen. En deze stoel die was eigenlijk typerend voor de grote macht die de stadhouder in Utrecht had. Hij staat nog steeds in het Centraal Museum. En bij iedere vergadering van het vroedschap, dit wil zeggen het stadsbestuur, moest de stoel aanwezig zijn. Of de stadhouder er was of niet, die stoel moest er staan om aan te geven, ik ben hier de baas. Goed. Nog voor het pamflet van Johan Dirk van de Kapelle was verspreid in Utrecht, was op 20 januari al het eerste nummer van de Post van de Nederrijn verschenen, waarin de aanval op de stadhouder wordt geopend. En de burgers opgeroepen worden tot actie. Dit blad wordt een van de meest gezaghebbende patriotse bladen in de Republiek. In feite is het eerste opinieweekblad van Nederland. En het verschijnt in de vorm van brieven die worden gericht aan mijn heren de post, waarop meneer de post dan omstandig antwoord geeft. En op die manier wordt er commentaar geleverd op de gebeurtenissen rond de stadhouder en op de activiteiten van de patriotten. En ook voor Ondaatje, Quint Ondaatje, wordt het een van de belangrijkste spreekbuizen. Het werd uitgegeven door Piet het Hoen, die op de Neude woonde hier eigenlijk tegenover. Al eind 1782 verschijnen artikelen waarin wordt aangedrongen op verandering van het bestaande bestuursreglement. Dus dat bestuursreglement dat was opgedrongen door de stadhouder Willem de Derde in de 17e eeuw. En de dichter Bellamy plaatst onder de schuilnaam Zeelanders, hij kwam uit Zeeland, een veldspotdicht op de stadhouder. Willem de Vijfde was not amused en hij spoort de hoofdschout van Utrecht aan, Ablonen, ik weet niet precies hoe het uitspreekt, wordt ook wel gezegd Esselen. Hij was Earl of Essen, maar bijna niemand sprak Engels in die tijd, dus er zal wel Ablonen gezegd zijn. En, en de stadhouder geeft opdrachten aan deze Ablonen om het blad te verbieden. Maar de jurist en procureur Adrianus Hoevenaar, een van de voormannen van de patriotten, weet echter met een groot pleidooi dat verbod af te wenden. Vanaf 1783, omdat hij is dan afgestudeerd, wordt hij de belangrijkste leider van de patriottenbeweging in Utrecht. Dat wil zeggen van de democratische patriotten. Hij heeft dan al een grote groep van democratische vrienden om zich heen verzameld. En de kamers in de Lange Nieuwstraat, die omdat je met Bellamy vanaf de zomer van 1783 gaat huren, Bellamy komt iets later, maar goed, vanaf de zomer van 1783 zit hij daar, dat wordt een centrum van een actief literair leven en een bruisende patriottenbeweging. De vriendschap van Bellamy zal vanwege diens populariteit belangrijk zijn geweest voor omdat je. En Ondaatje zal er zeker ook Bellamy's vriend Okkersen ontmoet hebben, later met Pieter Vrede, een van de opstellers van de staatsregeling van 1798, die in feite de eerste grondwet is van Nederland. Okkersen was op dat moment predikant in Baren, maar even later in 1784 gaat hij naar Wijk bij Duurstede, ook een hele belangrijke patriotische stad, waar de patriotten veel aanhangers hadden en waar Ondaatje eigenlijk ook burger van wordt. Dus wat Ondaatje eigenlijk doet, is een hele grote groep van vrienden, patriotse vrienden, om zich heen verzamelen. Dat was eigenlijk, hij bouwde dus eigenlijk een sociaal patriotisch netwerk op. En dat was eigenlijk iets totaal nieuws in deze tijd. Andere vrienden van Ondaatje waren dus Adrianus Hoevenaar, de procureur van Utrecht. Die woonde in dit huis op het Oude Kerkhof. En dat huis staat er dus nog steeds. Dit is dus Pieter Toen, de man die de post van de Nederrijn uitgaf. Ook een hele belangrijke figuur in de stad. En die dus, zoals ik al zei, hier schuin tegenover op de Neude woonde. Dit is de Neude. Het huis staat er denk ik net niet op. Maar wat nu zo aardig is, ook voor het Utrechtse gevelteken vond, op dat tweede huis, daar staat ook nog een kleine gevelsteen. Dat heet de Zwarte Leeuw. En die gevelsteen is een aantal jaren geleden gevonden door het Utrechtse gevelteken fonds. En die gevel zit nu weer, als je goed kijkt, niet hier dus, maar nu hoger in de gevel van dat huis op de Neude. Dit gebouw stond er natuurlijk ook nog niet. Op de plek waar dit gebouw stond, stond de oude munt van Utrecht. Uh,
de patriotten zetten zich onder leiding van, oh ja, dit is een aantal andere figuren die bij de patriotten hoorden. Dat waren de gewoede Stivois. Een van die boeren zat in het stadsbestuur, was dus lid van de vroedschap. En helaas zijn er geen afbeeldingen van, evenmin als van de grote vrienden van Pieter Omlaatje, van Littejeune en Bovenslaus van Nieuwegert. Maar dit was het kasteel waar de gebroeders Stivois woonden. Ik geloof dat alleen nog de toren er staat. Ja. Maar die waren aanvankelijk dus enthousiaste aanhangers van de patriottenbeweging. En de patriotten gaan zich nu onder leiding van Omlaatje op verschillende manieren inzetten om politieke verandering teweeg te brengen. Met name om het oude gehate bestuursreglement van tafel te krijgen. In de eerste plaats doen ze dat dus, zoals ik al zei, op journalistiek gebied. En in de hele Republiek en zo in Utrecht wordt overstroomd door pamfletten, waarin patriotten en prinsgezinden elkaar bestrijden en vaak op nogal grove manier belachelijk maken. En waarin allerlei opinies worden geventileerd. Tientallen mediaorganen concurreren elkaar eigenlijk in de slag om de publieke opinie te winnen. En via de post van de Nederrijn wordt de burgerij volledig op de hoogte gehouden en er worden zo ook contacten onderhouden met andere patriotten in het land. Het was een veelgelezen blad, ook door oranje klanten. In de tweede plaats gaan de patriotten zich op politiek gebied organiseren. Er zijn talloze genootschappen worden opgericht en in de koffiehuizen vinden levendige discussies plaats. En één zo'n genootschap is in Utrecht van groot belang, dat is Getrouw voor het Vaderland. Dat bijna gezien kan worden als een aanzet tot meer moderne partijvorm. Echte partijvorming was er in die tijd niet, maar hier wordt dus eigenlijk wordt een hele actieprogramma ontworpen om dat gehate bestuursreglement van tafel te krijgen. En via de post van de Nederrijn worden regelmatig al in proefballonnen opgelaten om de geesten rijp te maken voor een eventuele verandering. En zij willen dus ook behalve dus de oude vrijheden, dus dat die teruggegeven worden aan de burgerij. En dat Getrouw vergaderde over het algemeen in het Elooien gasthuis in de Bodenstraat. Dat was het hoofdkwartier en zo zal het er ongeveer uitgezien hebben in de tijd van Pieter Omlaatje. Maar ze gaan zich ook op militair gebied organiseren. Al van de Capelle had er dus in dat pamflet aan het volk van Nederland op aangedrongen dat de oude schutterijen hersteld moeten worden. Maar die verkeren op dat moment in een bedroevende staat. En de patriotten willen dus dat de burger zich letterlijk en figuurlijk gaat wapenen. En dat ze een volksleger, een echt volksleger gaan vormen. Dat een tegenwicht moet gaan vormen tegen het staatsleger dat als een bolwerk van de stadhouder geldt. En daar vochten veel huurlingen in en dat konden dus echt nooit ware patriotten zijn. En op die manier wil men ook de macht van de stadhouder breken. Er moet dus echt volksleger tegenover staan. En vooral procureur Adrianus Hoevenaar, enthousiast gesteund door de gewone Stivois, door Omlaatje van Lubberger en ook andere mensen, doen heel veel voor het herstel van deze oude schutterij. Nou was Utrecht in die tijd ingedeeld in wijken, en wel in 8 wijken, en iedere wijk had de naam van haar schutterij. Omlaatje neemt onmiddellijk dienst bij de schuttersvereniging, de Zwarte Knechten geheten, dat niets heeft de naam te maken met zijn uiterlijk, hij was dus een man van kleur, maar dat was gewoon de schutterij van zijn wijk. Al snel zijn de schutterijen dus weer op straat te zien en ze beginnen weer met hun nachtwachten en in hun wijk de ronde te doen. En ze vormen dus al heel snel een zeer actief deel van de patriotten op straat. Omdat de schutterijen worden geleid door leden van de vroedschap, waarvan sommige prinsgezind zijn en vooral behoren tot de regentenklasse, wordt in februari 1783 de Hoevenaar en onder meer Omlaatje een heel nieuw exercitiegenootschap opgericht, geheten Pro Patria et Libertate, voor vaderland en vrijheid. De kolonel wordt Dirk Gordon. Hij stamde uit de Schotse familie die al in de 80-jarige oorlog naar Nederland was gekomen, maar toch het verwijt krijgt van de Oranjeklanten dat hij, evenals Omlaatje en Van Lieberger, een vreemdeling is. Omlaatje en Van Lieberger en Van Littejeune proberen met succes zoveel mogelijk leden te werven en Van Littejeune begint een inzamelingsactie die vrij veel geld oplevert. In juni 1783 wordt Pro Patria officieel erkend door de vroedschap en Omlaatje houdt met die gelegenheid een gloedvolle toespraak en wordt algemeen bejubeld, met name ook door Maximilien Dufoy, die zelfs een heel lofdied voor hem schrijft.
Pro Patria onderhoudt bovendien nauwe contacten met het Genootschap Getrouw, dus de politieke organisatie van de patriotten. En de top van Pro Patria was in zijn geheel lid van het genootschap. En een maand later komt zelfs de grote Johan Derk van de Capelle van de Pol, de man van Aan het Volk van Nederland, op bezoek, wat eigenlijk nog een grotere glans aan het hele gezelschap geeft. En zowel Pro Patria als de schutterijen zullen een belangrijke rol gaan spelen in de verdere gebeurtenissen. Het wordt een van de krachtigste achterbannen van de patriottenbeweging. Maar de patriotten gaan zich ook op cultureel gebied organiseren. En vooral muziek speelde een niet onaanzienlijke rol. Er werden talloze vrijstijdliederen gecomponeerd en zelfs cantates. En het Stadsmuziekcollege wordt een broedplaats van de patriotten. Ondaatje, die zelf fluit speelde, is een liefhebber van muziek en actief betrokken bij het Stadsmuziekcollege. Maar over het algemeen werd het koor van de Mariakerk gebruikt als muziekzaal. Dit is het koor van de Mariakerk, waarvan Bellamy nog schrijft dat het een prachtige zaal is. Frederik Nieuwenhuizen, de bijaardier van de Domkerk en de belangrijkste Utrechtse muzikus, was ook een patriot. Hij was een bewonderaar van de poëzie van zijn tijd en had wel contact met dichters als Bellamy, Klein en Van Alphen. Van Alphen was overigens geen patriot. Van alle drie heeft hij gedichten op muziek gezet en zo heeft Nieuwenhuizen enkele van Bellamy's gezangen getoond zet. En ook componeerde hij een zangstuk op het afsterven van een hoge edelgeboren heer Johan Derk, baron van de Capelle tot de Pol, die in 1784 was overleden. Maar ook de kolonel van Pro Patria, Gordon, componeerde zelf ook strijdliederen. En Bellamy leverde eveneens zijn aandeel met gedichten gewijd aan de patriottenbeweging, zoals een mars voor de zwarte knechten, dat ook op muziek is gezet door Van Nieuwenhuizen. Maar de patriotten gaan zich ook, zowel als de oranje kant, steeds meer openlijk op straat vertonen. En zich patriotten, die kon je over het algemeen herkennen, dat zij een zwarte kokarde opgenoemd hadden of opgespeld hadden ergens, en of dat ze een zilveren kees had ergens aan een horlogeketting of iets dergelijks hadden hangen. De patriotten werden in die tijd kezen genoemd. Waar die naam vandaan komt, weet men niet precies. Maar sommigen zeggen dat het van de Dordtse patriot Kees de Gijzelaar komt, die Kees heette. En dus alle patriotten waren kezen. Dit is een prachtig lint. Dit behoorde toe aan de familie Hoevenaar. En daar staan dus allerlei afbeeldingen op van. Je kunt het later iets vergroten. Dit zijn dus eigenlijk allerlei tekenen van de schutterijen ook. Kanonnen en ook de staf met de vrijheidshoed, die vaak ook als een soort speer wordt laten zien. En daar helemaal in de hoek, daar zie je dus het portret van Johan Derk van de Capelle tot de Pol, die zeer vereerd werd door de patriottenbeweging. En hier, dit is vermoedelijk een portret van Pieter Ondaatje, het is niet helemaal zeker. Maar het is in ieder geval een portret van een patriot. Je kunt daar zien dat hij in zijn kraag een klein keeshondje heeft. En hier onder aan zijn chatelaine hangt een beeldje van de Vrijheidsmaagd. En het bezit is op het moment in. Of het schilderij is in bezit van Christopher Ondaatje, de man die de gevelsteen van Pieter Ondaatje heeft betaald. De eerste aanval van Ondaatje op het oude bestuursreglement is van eind 1783. Ondaatje stelt voor om de oude vaandels van de schutterijen te verbranden, omdat het stadswapen op de vaandels nog steeds wordt omringd door grote oranjekransen. Hiermee hoopt hij de leden van de schutterijen te ontslaan van hun eed op het oude bestuursreglement. En hij vraagt tegelijkertijd om een gezamenlijke plaats voor alle schutterijen om te oefenen. En ze krijgen het sterrenbos toegewezen. Dit is het sterrenbos dat iets buiten het Katharijnenpoort lag. Voor die tijd oefenden ze vooral voor de bisschopshof of op het plein, wat tegenwoordig dus een stuk van een domplein is. De vroedschapsleden zelf doen inmiddels onder invloed van alle pamfletten en artikelen in de post van de Nederrijn en het openlijk vertonen van de schutterijen op straat een eerste stap in de richting van de patriotten. Als de burgers van de stad een door 300 man ondertekende petitie aanbieden, waarin wordt gevraagd het recommandatierecht, het benoemingsrecht dus van de stadhouder, dus het recht om alle ambtenaren in de stad te benoemen, af te schaffen, stemt de vroedschap daar vrij gemakkelijk mee in, ook al omdat ze er zelf volledig achter stonden. Een paar maanden later, in december 1783, wordt een nieuw rekest ingediend, dit keer ondertekend door 725 burgers.
Hierin wordt geëist dat niet alleen op 12 oktober, maar ook als de tussentijdse posten vrijkomen, de stadhouder geen aanbeveling meer mag doen en de stadhouder protesteert daar onmiddellijk tegen. Hier zie je dus dat de burgers een petitie aanbieden aan de vroedschap, dus aan het stadsbestuur. Dit is dus nog het oude Utrechtse stadhuis, zoals het er toen uitzag van binnen. Om vast een voorschot te nemen op deze petitie, op dit request, zoals men toen zei, verschijnt in januari 1784 een oproep aan de burgers van Utrecht. Kortom, de druk op de vroedschap wordt opgevoerd. De schrijver is nagenoeg zeker Jan van Littenjeuden, maar ook Ondaatje en van Lieberger zullen ervan geweten hebben, zo niet een aantelling hebben gehad. In die oproep, die in grote getale wordt uitgedeeld, wordt aangekondigd dat de volgende dag een luchtmachine zal worden opgelaten, vervaardigd en van alle gebreken gezuiverd door een Anglo-Maanse professor in de filosofie en astronomie in Utrecht, professor J.H. Ennert. Deze gebeurtenis zal plaatsvinden op 12 januari 1784 om 9:30 op het plein voor het stadhuis. De Utrechtse bevolking zal zo kunnen zien hoe de gehate pesters en zijn benden, onder andere van Dijkveld en van Mussenbroek, twee vroedschapsleden, zullen worden opgelaten, meegevoerd en afgevoerd. En het vuur voor de ballon zal worden aangestoken door onder meer de brieven van de recommendatie van de tegenliefde stadhouder en het oude reglement van 1674. De ballon heeft bovendien het model van het tuinhuis van vroedschapslid van Dijkveld, waarin al die dames trachten ontvangen, dus de heren hoeven zich onderweg niet te vervelen. Deze oproep heeft natuurlijk een hoog gehalte van een studentengraf, maar geeft ook aan dat de gebeurtenissen in de wereld nauwkeurig worden gevolgd en de leiders van de patriotten een modern gevoel voor propaganda en actievoeren hebben. Namelijk pas een maand daarvoor was in Frankrijk in december 1983 de eerste bestaande luchtballon opgestegen. Die was ontworpen door de gebroeders Montgolfier. En ze hadden eerst geoefend met een mandje waarin een schaap en een haan en een eend zaten, want men was in die tijd bang als je zo hoog zou opstijgen dat je adem zou worden afgesneden. Maar de dieren zijn veilig geland, dus daarna heeft men een bemande ballon de lucht ingestuurd. In Nederland werd niet heel lang daarna, maar toch pas 2 maanden later, in maart 1784, ook zo'n ballon opgelaten en wel door de gebroeders Modderman en Van Olst. Dit is de heer Modderman, die dus in Nederland de eerste bemande luchtballon heeft laten opstijgen. In Groningen, als ik het goed heb, in Drenthe. Al dan niet onder indruk van deze actie benoemt de vroedschap haar eigen kandidaat en niet die van de stadhouder. Dat is de ene voet van Winsen, die zich over het later tegen de patriotten zal keren. En min of meer tezelfde tijd publiceert Ondaatje een uitvoerige kritiek op het bestaande regeringsreglement. Geheten het historisch verhaal van de onwettige behandeling de provincie en stad van Utrecht aangedaan in de jaren 1672, 73 en 74. In dezelfde maand nodigen de staten, dus het provinciebestuur, de burgers uit om al hun kritiek op schrift te stellen. Dan worden uiteindelijk, na ontzettend veel geharrewar, worden de 12 bezwaarschriften ingediend, waaronder één van het stadsbestuur. Ondaatje en zijn medestanders in getrouw werken ze echter niet tot kritiek op het bestaande reglement en worden hen een volledig nieuw conceptreglement opgesteld. Dat haastig wordt uitgedeeld onder de schutterijen en de burgers van Utrecht. En dat heeft succes. Het voorstel, vermoedelijk hoofdzakelijk opgesteld door Ondaatje en Hoevenaar, krijgt 1215 stemmen. Het voorstel van de vroedschap krijgt slechts 1 stem. Het is een zeer uitgewerkt plan. Het bestaat uit 5 hoofdstukken en 117 artikelen met een voorstel voor een nieuw kiesstelsel. De vroedschapsleden zullen worden benoemd voor het leven en gekozen worden door mannen boven de 18 jaar, behalve bedeelden, die telden niet meedoen, uit de notabelste, kundigste en goedste burgers. Dat wil zeggen burgers met enig bezit. Je moest 150 gulden per jaar belasting betalen en bovendien moest je lid zijn van de gereformeerde religie. Een belangrijk punt, en wat een van de belangrijkste punten van dit nieuwe conceptreglement is, dat er naast de bestaande vroedschap van 40 leden een soort tweede vroedschap moet komen. Een college van 16 leden, een college van gecommitteerden. Die zullen evenals de kiezers van de vroedschap gekozen worden door alle burgers, ook weer uitgezonderd bedeelden en natuurlijk ook uitgezonderd van vrouwen. En ook deze gecommitteerden moeten jaarlijks 150 gulden belasting betalen en tot de gereformeerde religie behoren. En ze hebben zitting voor 4 jaar en zijn niet onmiddellijk herkiesbaar. Elke 2e jaar treedt de helft af. En de taak van de gecommitteerde is dan toezicht te houden op de naleving van het nieuwe reglement, dat dus nog ingevoerd moet worden. En te waken tegen schendingen van de aloude rechten en privilege van de burgerij.
Ook moeten zij toezien op het beheer van de stadsfinanciën en gehoord worden bij het invoeren of verzwaren van de belastingen. En tenslotte moeten zij eventuele klachten van de burger aanhoren en deze aan de stadsregering overbrengen, terwijl zij het recht krijgen om in pressante gevallen, dus dringende zaken, uit naam van de gehele burgerij remonstranties of wel bezwaren en adressen aan de magistraat te kunnen richten. De tijd in aanmerking genomen is de strekking van dit Utrechtse reglement zeker democratisch te noemen. Belangrijk is vooral dat bij elke vacature een geheel nieuw college gekozen wordt. Daardoor kunnen de kiezers niet, zoals meestal het geval was, een hele nieuwe oligarchische clique gaan vormen. En in geval van een conflict tussen de vroedschap en het nieuwe college van gecommitteerden, moeten de vroedschapsleden altijd zwichten voor de bezwaren van de gecommitteerden. Toch zijn deze eisen niet heel erg radicaal, in zekere zin vrij gematigd. En men wilde vermoedelijk, zoals dat toen genoemd werd, het oranjegrauw buiten de deur houden. In 1748 was er namelijk ook verzet gekomen tegen het bestuur van de regenten, die uitgelopen waren op heftige rellen, plunderingen, en waarbij Willem V de kant van het volk leek te kiezen, maar uiteindelijk niets deed om de gehate regenten af te zetten. En de patriotten benadrukken hierna keer op keer dat zij geen 48ers zijn, zij zijn 1785ers, ze zijn geen gepeupel, ze zijn geen kanaille en ze houden zich ver van rellen. Dit conceptreglement wordt tegelijkertijd het breekpunt tussen de aristocratische en de democratische patriotten. Zo'n nieuw college gaat de aristocratische patriotten veel te ver. Dat de macht van de stadhouder en met name van de stadhouder wordt afgenomen is prima, maar zelfs de macht delen met burgers en met name de middenstanders van de stad is echt een stap te ver. Hierna begint een enorm getouwtrek. De vroedschap met een meerderheid van aristocratische patriotten gaat alles doen om de invoering van dit nieuwe bestuursreglement te traineren en zo mogelijk te voorkomen. Omdat het met 1215 man, dus die 1215 ondertekenaars van het conceptreglement, moeilijk onderhandelen is, wordt besloten uit hun midden een afvaardiging te kiezen van 24 man, de zogeheten geconstitueerden, om te onderhandelen met de vroedschap. 16 uit de schutterij, 2 per Vendel en 8 uit de burgerij, waaronder Ondaatje, Hoevenaar en Van Lieberherg. De Oranje Partij slaat onmiddellijk terug met een zeer venijnig pamflet waarin de 24 geconstitueerd op de hak worden genomen. Dat is hier te zien. Ondaatje wordt een zwart ondier voor lastigvonden, voor lastigverzinsels genoemd. En hoe staat hij? Even kijken. Zo wordt Hoevenaar worden ze een dikbast vol van guitenstukken genoemd. Guitenstukken, dat zijn eigenlijk schelmenromans, maar in dit geval zal een schelmenstreken bedoeld worden, omdat hij dus advocaat was. En Van Lieberherg wordt een ratelslang uit Moorenland genoemd. Kortom, men was nogal grof in die tijd in de beschuldiging van elkaar. Pas begin volgend jaar, in 1785, erkent de vroedschap uiteindelijk de 24 gecommitteerden als gesprekspartners. De schutterij vindt echter dat die afvaardiging van die 24 geconstitueerden iets wat beperkt is. Zij zijn uitsluitend de afgevaardigden van die 1215 ondertekenaars en kiezen uit hun midden een nieuwe vertegenwoordiging, nog een aparte afvaardiging van 16 man, 2 voor ieder schutterswijk. En die moet een veel bredere vertegenwoordiging van de mannen uit de stad zijn. En zij noemen zich gecommitteerden. Dat is je moet dus goed in de gaten houden. Er was een college van 16 gecommitteerden. Dat is een van die eisen van het conceptreglement. Dat wordt dus het hele nieuwe college die voortaan het stadsbestuur moet gaan controleren. Dan is er daarnaast dat college van de 24 geconstitueerden die moeten gaan onderhandelen met het stadsbestuur. En dan kiezen ook nog eens de schutterijen, 16 gecommitteerden, omdat ze veel bredere mannelijke bevolking willen vertegenwoordigen, een eigen college. En dit, dat meesterrechtse gebouw, dat is het de zijkant van het stadhuiscomplex aan het Oude Kerkhof. En het meesterrechtse huis is de stadskelder. En dat stadskelder wordt zowel het hoofdkwartier van die college van 16 gecommitteerden als wel van die 24 geconstitueerden. Daar vergaderen ze altijd. En ligt dus vlak bij het stadhuis. In maart 1785 barst de bom. Een zekere meneer Bonin, heer van Kokringen tot Velkoop, overlijdt en er moet een nieuw vroedschapslid gekozen worden. Omdat de stadhouder niet langer recommendatie kan doen, is het nu aan de vroedschap om zelf iemand te kiezen.
En de 24 geconstitueerden en die 60 gecommitteerden van de schutterij eisen dat er iemand benoemd wordt die achter dat nieuwe conceptreglement staat. De meerderheid in de vroedschap, die voor het overgrote deel bestaat uit aristocratische patriotten en een enkele oranje klant, voelen daar niets voor. En ze kiezen ene Johan Zichterman. Zeker een gematigd aristocratisch patriot, maar die wel grote bezwaren heeft tegen dat plan om naast de vroedschap dus een college van gecommitteerden met verregaande bevoegdheden in te stellen. Op 7 maart is er een vroedschapsvergadering en zowel de geconstitueerden als de gecommitteerden eisen dat ze toegelaten en gehoord worden. De vroedschap stemt hiermee in en Ondaatje voert het woord en houdt een zeer gepassioneerd betoog, waarin hij ruim aandacht besteedt aan het zedelijk verval in de Republiek, aan het oude reglement van 1674, dat de aantasting is van de oude rechten en privileges, dat de ware vrijheid en het ware patriotisme moet terugkeren, dat wil zeggen de ware liefde voor het vaderland en het terugkrijgen van burgerlijke vrijheden. Dat eigenbelang en winstbejag zijn gaan overheersen, dat voortaan het algemene belang de leidraad moet zijn en niet het particuliere belang, en dat het volksheil de hoogste wet is. Kortom, hij spreekt de vroedschap aan op haar patriotistische gevoelens. De stem van het volk moet gehoord worden. Een volksregering kan de samenleving beschermen tegen misbruik, corruptie en afhankelijkheidsrelaties. En hij voegt er iets wat dreigend aan toe, dat met de benoeming van Zichterman de vroedschap een breuk met de burgerij creëert. En door een breuk met de burgerij te creëren, riskeert zij een opstand van de burger. Dit is een spotprent eigenlijk op de hele zaak Zichterman. Hier zie je dus hoe de kuiperijen, dus alle corruptie in de stad, aan de tichelen wordt geslagen door de volksstem. En de volks, en dat is de leeuw, de Nederlandse leeuw, heeft dus de volksstem in zijn hand. En ook hier weer staat de vrijheidsmaagd 4 met de speer, met de vrijheidshoed. En daar op die tonnen, ik kan het niet allemaal precies lezen, staan dus alles in bijvoorbeeld list en waaraan dus die hele patriotische beweging zich schuldig maakt. De kwestie leeft zeer onder de burgerij en bij het stadhuis heeft er een enorme menigte verzameld. De vroedschap, iets wat geschrokken van de heftige toon van Ondaatje, besluit de zaak te verdagen tot 11 maart. Op de morgen van 11 maart heeft zich een echter nog veel grotere menigte bij het stadhuis verzameld. De vroedschap laat zich daar in eerste instantie niet door intimideren en laat weten dat ze Zichterman toch hebben gekozen. Er ontstaat gemor onder de menigte en Ondaatje en zijn medeafgevaardigden manigen de menigte aan kalm te blijven en zij kondigen aan dat zij de vroedschap zullen vragen diezelfde dag nog een keer te vergaderen, waarin ze opnieuw gehoord kunnen worden. Ondertussen laat Van Wieberher een briefje bij de burgemeester bezorgen waarin hij aangeeft dat als de vergadering er niet komt, hij niet voor de gevolgen kan instaan. De vroedschap, nu toch iets wat geïntimideerd, besluit tot een tweede vergadering. Ondaatje spreekt in kort toe, met ongeveer dezelfde boodschap als Van Wieberher aan de burgemeester. Als de benoeming van Zichterman gehandhaafd blijft, dan kan hij niet voor de droeve gevolgen instaan. En hij herhaalt nog een aantal punten uit zijn toespraak van 7 maart. Ondaatje wordt bij zijn optreden sterk gesteund door Jan van Litteeune, die staande op een ton bij de stadskelder de menigte aanmoedigen om te blijven staan, vol te houden en niet te vertrekken. De vroedschap die buiten de menigte kan horen wordt nog iets wat angstig en besluit toe te geven. Een Ondaatje kan naar buiten komen en hij kan de overwinning meedelen. Hij vraagt de menigte rustig te vertrekken, wat er ook gebeurt, en hiermee beklemt hij nog eens, wij zijn geen 48ers, geen relschoppers, maar slechts burgers die hun oude rechten terugeisen. Er lijkt dus een enorme overwinning te zijn behaald. Maar al snel blijkt dat de vroedschap zich niet zonder meer gewonnen heeft. En hij slaat terug. 19 leden van de vroedschap treden af en zetten hun huis te koop en zeggen uitstaande kredieten op, wat we zeggen uitstaande leningen, met name aan de middenstand die daardoor zeer ernstig getroffen wordt. En de vroedschap stelt palend werk aan het indienen van petities, die mogen niet meer uit naam van meerdere personen worden ingediend, waarmee ze, als ze dit recht eruit halen, eigenlijk dat hele nieuwe college van gecommitteerden machteloos maken. De ervaring van het indienen van petities, waarbij het stadhuis omsingeld wordt en de vroedschapleden min of meer gegijzeld, is de vroedschap dus helemaal niet bevallen en de angst voor nieuwe omsingeling zit er goed in. Maar de breuk tussen de aristocratische en democratische patriotten lijkt definitief. Het genootschap Getrouw voor het Vaderland, dat zijn grote rol speelde in de totstandkoming van het conceptreglement, valt uit elkaar. De gebroeders Divois, en met name Max Divois, die het jaar daarvoor Ondaatje nog zo had verdedigd, keren zich nu van hem af. En Max Divois schrijft,
O schande voor Utrechts volk, nooit te vergeten vernedering voor de achtbaarheid van onze vergadering, die zich tot heden zozeer getoond had te willen meewerken tot afkeer der dwingelandij. Maar wat Ondaatje meer getroffen zou hebben, is dat hij ook wordt aangevallen door zijn blad De Post van de Nederrijn. Er verschijnen een aantal zeer kritische artikelen over hem. En zelfs Adrianus Hoevenaar, de man met wie hij het conceptreglement heeft opgesteld, laat zich kritisch over hem uit. Men vindt dat hij te fel is opgetreden, met name door de zwarte knechten, luidruchtig bij het stadhuis te laten paraderen. En hij heeft de voedschap veel te veel onder druk gezet. En al zijn succes lijkt tot stof te zijn vergaan. De 19 voedschapsleden die waren afgetreden keren gewoon weer terug. En we noemen alsnog Johan Sichterman tot voedschapslid. Die bedankt overigens voor de eer. Ondaatje is een diep teleurgesteld man. En hij schrijft dat hij voortaan zal zwijgen. Ik ben mijn in eerlijkheid en mijn in oprechtheid meer dan mensdrift en ijvermeester. En hij deed terug uit de zwarte knechten, pro patria, en treedt af als lid van het college van gecommitteerden. En hij lijkt zelfs van plan helemaal uit Utrecht te gaan vertrekken. En hij schrijft, overal waar ik ben en waar ik ware vrijheid vind, kan ik mijn vaderland vinden. Dat zou me overigens eind 18e eeuw niet meegevallen zijn. Vertrekken doet hij niet, wel reist hij met zijn vriend, Boguslaus van Lieberher, de komende maanden verschillende keren naar Den Haag. Waarom is niet helemaal duidelijk, maar het wordt in ieder geval een hele affaire. Sommigen zeggen dat hij steun bij de stadhouder probeert te zoeken en die te bewegen de kant van de patriotten te kiezen, wat hem onmiddellijk de kritiek oplevert dat hij een windvaan is en nu in een goed blaadje bij de stadhouder probeert te komen. Anderen zeggen dat hij slechts landelijke steun wil zoeken bij de patriotten in Den Haag. En zo de hele zaak nog redden. In ieder geval verdedigt hij zich tegenover deze aanvallen in de Post van de Nederrijn. Maar het wordt nog erger voor Ondaatje. Op 18 mei wordt er zelfs een officiële aanklacht tegen hem ingediend door de hoofdschout Laplonen. Laplonen beweert dat Ondaatje gebruik heeft gemaakt van democratische beginselen, een eigenaardige redenering, om het bestaande gezag omver te werpen en hij wederrechtelijk het volk gezag toekent en zich dus schuldig maakt aan een vorm van hoogverraad en dus strafrechtelijk vervolgd kan worden. Wat dat Lonen bijzonder ergert, is dat Ondaatje volgens hem volgt in zijn succes. Hij vindt zelfs dat Ondaatje onmiddellijk gearresteerd moet worden en onderworpen aan lijfstraffen. Wat in die tijd meestal geestelijk betekende, al dan niet in het openbaar. Daar geeft de schepenrecht echter geen toestemming voor, want ook bij hen is de oranje plant dat Lonen niet heel erg geliefd. De zaak zal op 2 augustus dienen. Ondaatje zelf lijkt er kalm onder te blijven en op dit moment zijn drift en ijver volledig meester te zijn, want als de deurwaarder bij hem de aanklacht kan brengen, nodigt hij hem uit en biedt hem zelfs een kopje thee aan. Ondaatje zit op het moment aan zijn ontbijt. Het ziet er dus al met al helemaal niet goed uit voor Ondaatje, maar een tijd keert. In de eerste plaats krijgt hij veel steun van patriotse zijde. In juni 1785 komen de exercitiegenootschappen uit de meeste gewesten van de Republiek naar Utrecht voor een gezamenlijke bijeenkomst. En zij laten de geconstitueerden, dus die afgevaardigden van de 1215 mensen die het conceptreglement hadden ondertekend, weten dat zij de rechtszaak tegen Ondaatje als een rechtszaak tegen hen allen beschouwen. En zowel zijn medegeconstitueerden als gecommitteerden staan hier volledig achter en stellen de vroedschap hiervan op de hoogte. En ook wordt de schepenrechtman geraakt. Daar hebben namelijk ook vroedschapsleden zitten in, dat Lonen is bijvoorbeeld voorzitter en zijn dus gewoon partijen in de zaak. En ook hier wordt het iets beter voor Ondaatje, door het besloten dat er een nieuwe neutrale schepenrechtman gekozen zal worden. Al snel blijkt echter dat de vroedschap weinig trek in de zaak heeft en de hele kwestie voor zich uitschuift. En uiteindelijk komt van die hele rechtszaak niets terecht. Ondertussen laat Ondaatje ook in de Post van de Nederrijn van zich horen. Hij zegt dat hij zal zwijgen, maar zwijgen is niet des Ondaatjes. Hij zegt dat de heren zich moeten afvragen, is het raadhuis uw raadhuis of is het onze? Worden uw zaken daar behandeld of de onze? En ter verweer schrijft hij een 11-tal brieven van een heer uit Utrecht aan zijn vriend Amsterdam. Ze worden gebundeld en uitgegeven onder een titel die niets aan duidelijkheid overlaat. Nieuwe brieven ter ontdekking van de listen van de despootsgezinde en andere aristocraten te Utrecht. Hij geeft de hele zaak meer in een verhaal die hij schrijft en die hij ook publiceert. Hij schrijft dat een prachtig en schoon paard, lees Ondaatje, zijn breider, lees de stadhouder, probeert af te werpen. Maar dat bij al die manoeuvres het paard op de tenen getrapt heeft van allerlei aanzienlijke personages. En dat daarna de benen van het paard worden gebroken. Dus zo voelt Ondaatje zich
een schoon paard dat zich heeft ingezet voor de patriotten waarvan de benen gebroken zijn. Dit zijn de brieven, dit is dat artikel wat Ondaatje schrijft. De spotprint op die aristocraten, is die, maar goed, op de dag van de rechtszaak, op 2 augustus, de rechtszaak die dus dan niet doorgaat, verzamelt zich weer een grote menigte bij het stadhuis. Aanleiding is dat de vroedschap de afgevaardigde uit de Schutters, de gecommitteerden, nog steeds niet heeft erkend. Op die bijeenkomst spreken patriotten uit verschillende delen van de Republiek, en ook Ondaatje. De vroedschap gaat weer overstag en draait een aantal besluiten terug, waaronder het besluit om de verzoekschriften uit naam van meerdere personen te verbieden. Ook beloven zij nu eindelijk zelf een nieuw bestuursreglement op te stellen, waarin zij alle wensen van de patriotten zullen opnemen. Dit wordt in september gepubliceerd, maar invoering ervan laat weer eens op zich wachten. Als er in december nog niets is gebeurd, gaat Hoevenaar, Ondaatje was dus zelf uit de commissie van de gecommitteerde, van geconstitueerde getreden, dus Hoevenaar gaat naar de vroedschap om een nieuwe petitie aan te bieden. Hierin wordt de vroedschap verzocht het nieuwe reglement binnen 3 maanden in te voeren. Hij wordt ondersteund door 8 schutterijen die zich weer opstellen op het stadhuis. Dus dezelfde tactiek als in maart wordt weer ingezet. 12 uur lang blijven de schutters in een ijskoude regen en wind op hun post en weer aangemoedigd door Jan van Littejeude op de trappen van de stadskelder. De menigte begint al te juichen, maar omdat je niet langer genoegen wil nemen met de vage toezeggingen, de menigte begint dus al te juichen naar die toezegging, maar omdat je niet tevreden is met wat de vroedschap toezegt, geeft hij met zijn hoed en stok aan dat ze niet moeten instemmen. En de menigte verandert op slag haar houding en begint te roepen dat ze niet akkoord gaan en dat de vroedschap pas naar huis kan als ze duidelijk aangeven aan alle heisen gehoor te geven. Hier blijkt weer hoe goed Ondaatje in staat is de menigte te bespelen. Er wordt dus op een gegeven moment, de hele toestand wordt dus tamelijk dreigend. En Ondaatje komt er zelfs aan dat hij het stadhuis wil binnenvallen. En de deurwaarder rent onmiddellijk de raadzaal binnen om te waarschuwen dat het te roerig aan toe gaat. Na enige harrewar besluit de vroedschap toe te geven en vanaf het grote balkon van het stadhuis wordt aan de menigte voorgelezen dat het reglement met volledige aanpassing is aangenomen en over 3 maanden zal worden ingevoerd. De menigte, bang dat het weer een nietzeggend gebaar is, gebruikt eerst nee. Ondaatje weet met moeite door geschreeuw en gebaren de verzamelde menigte stil te krijgen en daarom wendt hij zich tot de secretaris van Voortje die het besluit had voorgedragen en zegt: de burgerij heeft u niet goed gehoord, wilt u het nog meer voorlezen? Van Voorts leest het nog een keer voor, waarop Ondaatje en enkele van zijn medestanders de hoeden hoog heffen en luidkeels hoezee roepen. En hierop laat ook de stem van het volk zich horen met een drievoudig hoezee. Ze gaan de stad in en de hele avond wordt een feest gevierd. Op 20 maart moet dus het nieuwe bestuursreglement in werking treden en de vroedschap doet nog een vage poging er weer van af te komen en roept dat het besluit onder dwang is genomen. En Ondaatje heeft op het moment zelf even iets anders aan zijn hoofd. Op 11 maart overlijdt namelijk zijn vriend en kamergenoot Bellamy. Samen met Jan Hinloven regelt hij een grootse begrafenis die diepe indruk maakt in de stad. Op 20 maart, als dus het nieuwe reglement ingevoerd moet worden, is er een vergadering van de vroedschap. Op verzoek van de vroedschap posteren zich 2 gewapende vendels van de schutterij bij het stadhuis om eventuele bezetting te voorkomen. De 6 andere vendels verzamelen zich in de stad. Ook dit keer is het een bijzonder gure en wel aangename dag. Ondaatje gaat dit keer zelf naar de vergadering en overhandigt een verzoekschrift waarbij de vroedschap moet beloven dat ze op 12 oktober, als nieuwe vroedschapsleden benoemd worden, zij de eed op het nieuw bestuursreglement zullen afleggen. Maar de schutters op de neuden eisen dat zij nu ter plekke die eed wordt afgenomen. Zij willen direct de eed op het nieuwe bestuursreglement afleggen. De vroedschap heeft daar weinig trek in, maar uiteindelijk stemmen 13 van de 40 vroedschapsleden toe en ze beëdigen het nieuwe bestuursreglement en nemen de schutters de eed af. Hier, de schutters. In april treedt Ondaatje weer toe tot de Zwarte Knechten en wordt bij die gelegenheid geroemd als de meest verdienstige van de Utrecht. Op 1 augustus is er weer een landelijke bijeenkomst van de schutterij in Utrecht, waardoor de patriotten zich buitengewoon versterkt voelen. Inmiddels heeft de burgerij de 16 personen gekozen voor het college van gecommitteerden. Dus het college dat controle moet gaan uitoefenen op de vroedschap, op het stadsbestuur. Opmerkelijk is voor die tijd dat er ook een paar katholieken en doopsgezinden en een remonstrant in zitten te hebben. Het bestaat vooral uit leden van de gegoede burgerij, maar ook uit een groot aantal handwerkslieden. Niet alle schutterijen zijn direct genegen deze stap te zetten, omdat ze luisteren naar sommige van hun officieren die sympathie voor de aristocratische patriotten hebben.
Maar Ondaatje weet ze uiteindelijk te overtuigen om meer dus een balaffe bliksems uit te maken. Ja. Ze erkennen nu de vroedschap en ze eisen nu van de vroedschap dat op 2 augustus het nieuwe college erkend wordt. Op die dag begeven zich 16 gecommitteerden zich naar de Neulen, maar er komen maar 5 van de vroedschap van de 40 vroedschapsleden opdagen. Hierop wordt besloten dat de overige vroedschapsleden allemaal te ontslaan. 33 van de 40 vroedschapsleden worden afgezet verklaard en zo wordt op revolutionaire wijze het nieuw bestuursreglement ingevoerd. De patriotten beëdigen zelf de leden van de nieuwe raad van de gecommitteerden die zich in een triomfantelijke optocht met tromgeroffel, saluutschoten, omhangen met linten in de kleuren van de stad, dus rood-wit, naar de Brigittenstraat begeven waar een nieuwe vergaderzaal is. Hierna wordt onmiddellijk een nieuw kiescollege ingesteld. Van 40 uit de burgerij gekozen leden. Die commissie kiest daarna 15 nieuwe vroedschapsleden die op 28 augustus plechtig beëdigd worden. De latere Amerikaanse president John Adams woont met zijn vrouw de installatie van de nieuwe vroedschap op de Neulen bij. Hij verklaart op geen enkel moment, nog in de moderne geschiedenis, nog in de geschiedenis van de oudheid, heeft het volk ondubbelzinniger de in hen zelf besloten onvervreemdbare soevereiniteit bevestigd. En Abigail, zijn vrouw, verklaart dat zij getuige is geweest van de grootste gebeurtenis, de triomf van de vrijheid. Dat nadat een aantal van de oude magistraten zijn afgezet en 15 nieuwe zijn gekozen, die op de meest plechtige manier op een groot plein, waar een verhoging was opgericht, te midden van de 1000 aanwezigen en de eed op het nieuw bestuursreglement is afgenomen, waarop het hele volk amen zei. En op 12 oktober wordt op de Neulen met een eed van de 7 oudste raadsleden het oude reglement van 1674 afgeschaft en de eed op het nieuwe reglement afgelegd. De revolutie is voltooid en geslaagd. De grote rol die Ondaatje speelde tijdens de revolutionaire omwenteling, dus het invoeren van een democratisch regeringsreglement, die ook internationale aandacht trok, is voor Utrecht Schreveltekenfonds is de reden geweest om hem meer zichtbaar in de stad te maken. Zeker afgezet tegen de latere Franse revolutie, die even later zal uitbarsten en talloze mensen het leven heeft gekost, om nog maar niet te spreken van de veel latere Russische revolutie, is hier op vreedzame wijze een revolutie gerealiseerd waarbij grote groepen van de burgerij voortaan aanzienlijke invloed op het stadsbestuur kunnen uitoefenen. De gebeurtenissen in Utrecht worden nauwkeurig gevolgd in de hele republiek. Ook in andere steden waren er wel dergelijke reglementen opgesteld als het conceptreglement, maar over het algemeen weer later dan in Utrecht. En mede door de Pruisische inval, die dus een jaar later zal plaatsvinden, waardoor ook het hele bestuursreglement in Utrecht wordt afgeschaft, zijn zij er niet in geslaagd om tijdig ook zo'n reglement ingevoerd te krijgen. Maar ook op internationaal gebied werden de gebeurtenissen in Utrecht gevolgd. Wat de post van Nederrijn nationaal betekende, betekende de Gazette de Leiden van de patriot Johan Luzac, op internationaal gebied, waarop bijvoorbeeld ook Voltaire en John Adams, de later Amerikaanse president, geabonneerd waren. Hij besteed uitgebreid aandacht aan de gebeurtenissen in Utrecht. En de schoonzoon van Isaac was Hugo Fijnde, die later getuige zal zijn bij het huwelijk van Pieter Ondaatje. Dat Ondaatje zo'n succes had, kwam mede omdat hij een duidelijk doel heeft, afschaffing van het regeringsreglement, waar hij niet van afwijkt en geen concessies aan doet. En waarbij de politieke, militaire en communicatiemiddelen op behendige wijze gecombineerd worden. De nauwe samenwerking tussen vertrouwde soeterijen, Propatria en de post van de Nederrijn hebben daar in hoge mate aan bijgedragen. Door zijn grote redenaarstalent en integriteit, hij eist geen belangrijke positie voor zichzelf op, weet hij de stem van het volk te winnen, waardoor hij het verzet van de aristocratische democraten weet te breken. Hij is een van de weinige revolutieleiders die uiteindelijk het primaat aan de democratie geven. Ik hoop dat ik nog net binnen de tijd ben gebleven. Nou. Hartelijk dank voor uw komst. Als u het boekje wilt kopen, dan kan het dus hier na afloop. En daar staat Paul, die zit daar, die gaat volgens mij de kassa daarvoor bedienen. Ja, hij heeft de kassa mee. En anders wens ik ook alvast een heel fijn weekend. En wie weet, tot morgen bij de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis. En anders tot volgende maand.